In de Kennisimpuls Waterkwaliteit werken onderzoekers en gebruikers samen aan schoner water. Het resultaat is een koffer vol met kennis. Al blijven we onderzoek doen. Overnieuw. Succes. Hoe kunnen we die kennis het beste gebruiken? Hoe verbeteren we de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater? En hoe vergroten we de biodiversiteit? Kijk mee naar het kennisimpulsproject Brakke Wateren. Saliniteit van bijna 19. Ja, dit is nou zo'n voorbeeld van zo'n brak water. En voor de kaderregelende water moet je daar een goede waterkwaliteit in nastreven. Dat betekent diversiteit aan planten, beestjes in het water, vis natuurlijk, algen. Maar op de een of andere manier, je doet je best, je legt maatregelen, je voert maatregelen uit, je legt natuurvriendelijke oevers aan, maar het komt niet. En we begrepen niet, wat is er dan wel voor nodig om dat te bereiken? Dit is Planturenluur, een succesvol natuurontwikkelingsproject. Het is typisch die mix tussen zoet en zout, dus dat brakke water. Hier hebben we dus gekeken welke plantensoorten staan hier. We hebben hier ook watermonsters genomen, we hebben hier ook bodemmonsters genomen. En op die manier hebben we in beeld kunnen brengen eigenlijk wat nou de habitat-eisen zijn van die soorten. En als je dat weet, ja, dan kan je eigenlijk veel scherper zeggen van, nou ja, wat zijn eigenlijk realistische doelen? Dankzij de kennisimpuls brakke wateren weten we nu hoe de brakke wateren min of meer functioneren. En we weten ook wat we kunnen bereiken daarin. Dus dan kunnen we de juiste maatregelen treffen op de juiste plekken. En dat is een meerwaarde voor de maatschappij. Brakke wateren zijn tot nu toe eigenlijk een soort onbeminde paro in het waterbeheer in Nederland. En we hopen met deze nieuwe kennis dat die onbeminde paro dat wat meer in de spotlights komt te staan. Dus bijgaand. Bedankt. We gaan hem oppoetsen. Mooi. Kennisimpuls Waterkwaliteit. Samen werken aan schoner water.